Lijsttrekkers uit de 6 kernen aan het woord over de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de bibliotheek van het Lichtruim in Bilthoven hebben we de lijsttrekkers uitgenodigd om aan de hand van 4 vragen in 5 minuten de kernwaarden en standpunten van hun partij aan de kiezers duidelijk te maken. Met in deze aflevering Madeleine Bakker. Lijsttrekker van het Christen-Democratisch Appel, lijst 4 met 29 kandidaten. Madeleine Bakker is geboren in Heerlen en is 52 jaar. Ze studeerde rechten in Leiden, werkt als bestuurder en doet daarnaast vrijwilligerswerk. Madeleine Bakker is getrouwd met Hans en heeft 3 studerende kinderen in de leeftijd van 19 tot 21 jaar. Ze woont bijna 14 jaar in onze gemeente en is een fris en nieuw gezicht in de gemeenteraad. Wie is mevrouw Bakker? Mijn naam is inderdaad Madeleine Bakker. Ik ben sinds 2000 woonachtig in gemeente De Bilt in Bilthoven. Ik ben getrouwd met Hans. We hebben 3 kinderen en die 3 kinderen hebben alle 3 de leeftijd bereikt dat ze niet meer in huis wonen. Wij wonen met heel veel plezier in gemeente De Bilt. Ik ben hier komen wonen omdat wij op zoek waren naar een plaats midden in het land, groen. Rustig en aantrekkelijk. En dat is ook hetgeen waarvoor wij graag in de politiek het behoud van ons mooie gemeente De Bilt zo willen houden. Ik ben juriste. In Leiden heb ik rechten gestudeerd. Ik heb gewerkt als bedrijfsjurist in verschillende sectoren. Ik ben een heel actief betrokken bestuurder. Ik ben 6 jaar voorzitter geweest van de hockeyclub SCHC in Bilthoven. Ik ben nu nog steeds bij hockey betrokken omdat ik bestuurslid ben van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. En ben actief in allerlei groeperingen in gemeente De Bilt, waaronder ook de organisatie van het jaarlijkse sportgala. Dus met veel plezier ben ik inwoner van Bilthoven en van onze mooie gemeente De Bilt. En waarom moeten de mensen op 19 maart op uw partij stemmen? Het CDA is een krachtige partij. Ik ben nieuw in de politiek en ik ben aangenaam verrast door het goede opleidingsaanbod van het CDA. Het landelijke sterke netwerk en last but not least de waarde van het CDA. En dat is hetgene wat mij zo aantrekt in het CDA. Zorgen voor degene die dat echt nodig heeft, maar ook uitgaan van de eigen kracht van mensen. En natuurlijk ook van de kracht die de maatschappelijke organisaties, het maatschappelijk middenveld, heeft. Wij zijn geïnteresseerd, we vinden het belangrijk wat sportorganisaties denken, cultuurorganisaties, ondernemersverenigingen. Dat is de wortel van ons samenleven en het samen zijn. En die wortel die moeten wij goed koesteren en daar moeten we trots op zijn en als gemeentebestuurders, zowel als gemeenteraad, goed naar luisteren. En waar gaat uw partij zich de komende 4 jaar voor inzetten? De komende 4 jaar willen wij ons inzetten. We zitten in de afgelopen periode zaten we in de oppositie. Maar wij zouden graag de komende 4 jaar de faciliteiten zoals we die in gemeente De Bilt hebben, in de diverse dorpskernen, dichtbij houden. Dat is ons campagnethema. We willen dicht bij de mensen zijn. Dat betekent dat belangrijke voorzieningen, zoals het servicecentrum in Maartensdijk, de bibliotheek in Maartensdijk en natuurlijk ook het zwembad in Bilthoven, die moeten behouden blijven. Het gaat om de inwoners van gemeente De Bilt en we willen dat die faciliteiten dichtbij zijn. Daarnaast willen wij ook dat de gemeente dichtbij haar inwoners staat, servicegericht met een open oor en meedenkend en faciliterend waar mogelijk. Daar geld vrijmaken waar behoefte aan is. En natuurlijk ook vinden wij het erg belangrijk dat de komende transities die op ons afkomen in de zorg, dat de gemeente De Bilt er goed op is voorbereid. Dat wij de kennis in huis hebben om voor onze inwoners belangrijke nieuwe wijzigingen door te voeren op een manier dat we er met z'n allen beter van worden. Ondanks de uitdaging die er ligt, omdat we met minder geld meer moeten gaan doen. Maar het CDA gaat zich daar 100% voor inzetten en wij zullen zorgen dat de zorg die wij altijd geboden hebben, dat die ook in het aanbod blijft van mensen. En wat wilt u verder nog zeggen tegen de kiezers? Ik wil verder graag nog aan u kwijt dat een stem op het CDA een mooie stem is. Want wij denken dat het beter kan dan dat het in de afgelopen periode is gegaan. Waarom beter? Een aantal
zaken zoals bijvoorbeeld het zwembad is gewoon een hele belangrijke zaak voor gemeente De Bilt. Wij vinden dat het zwembad er moet komen. Andere partijen willen ons nog wel eens in de mond leggen dat het CDA het zwembad niet wil. Dames en heren, dat klopt niet. Ook wij vinden dat het zwembad in gemeente De Bilt moet blijven. Wij vinden verder dat wij op met een open blik naar alle gemeenteonderdelen moeten toegaan. Dus dat betekent intensief overleg met de dorpsraden. Zorg ook voor de kleine kernen en zorg voor de inwoners. En natuurlijk de ouderen. Uw lot en de zorg waar u recht op heeft, die is bij ons in goede handen. Stem 19 maart op het CDA. Dank u wel. Zo.